Het traject met IMF, zoals het uitgezet is, moet ongeveer half december, en laat het een maandje uitlopen, uiterlijk half januari afgerond zijn. En laten we vasthouden aan half januari. Dat betekent dat half januari de board van IMF een approval moet geven over ons programma. En dan na approval komt er een financiële ondersteuning die wij nodig hebben om stabiliteit te creëren in onze economie. Onder andere om koersstabiliteit te creëren. Want ook daar wordt veel over gezegd. Koersstabiliteit heeft te maken met hoeveel vreemde valuta er in je economie, in de formele economie, laat me dat benadrukken, rolt, of hoeveel niet. En als je in staat bent om genoeg vreemde valuta te hebben, dan ben je in staat om je koers of je munt, je lokale munt ten opzichte, de prijs van je lokale munt ten opzichte van andere munten te kunnen managen. U kent allemaal de historie over onze vreemde valuta reserves, laten we ze noemen de kasreserves, en in welke staat die zich nu bevinden. Wij zijn bezig om die weer op te bouwen.